Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we amper bewolking boven Nederland en ook in de wijde omgeving van Nederland zijn er nauwelijks wolken. Wel komt in de vroege ochtend hier en daar mist voor. Die mist lost snel op en daarna is het stralend zonnig met dus slechts een enkel wolkje aan de hemel. Halverwege de ochtend is het 16 graden en vanmiddag wordt het dan zo'n 23 tot plaatselijk 26 graden. Een echte zomerdag dus, en daarbij een matige oostelijke wind, windkracht 2 tot 3, op de wadden misschien een kleine windkracht 4. Vanavond blijft het ook nog lang warm, halverwege de avond is het een graad of 20 en het blijft ook zo goed als onbewolkt, het is ook droog. Komende nacht kan er opnieuw lokaal een mistbank ontstaan. Morgen zien we dan in het zuiden wat meer wolkenvelden. En heel misschien trekt er een enkele bui van België naar Zuid-Nederland. In het midden en noorden blijft het droog. Met de meeste zon in het noorden. En er worden opnieuw ongeveer 25 graden. Ook vrijdag temperaturen van 22 tot 25 graden. De kans op buien neemt dan wel toe. Uiterste noorden blijft denk ik nog droog. In het weekend zien we de temperatuur dalen. Al zou het er zaterdag misschien nog warm kunnen blijven. Maar zondag is die kans erg klein. Dan lijkt het 20 graden waarschijnlijker. Ik ben Michiel Severin. Van Weerplaza.nl